Hey, Sean Dontier. Vraagje, ken jij Casa Magnolia al? Casa Magnolia, dat is een heel mooie VZW uit Vlaams-Brabant die gezinnen ondersteunt met een zwaar ziek kind. En Casa Magnolia die heeft zo bijvoorbeeld ook een gespecialiseerde oppasdienst opgericht omdat de vraag naar dat soort zaken, naar een oppas, vaak heel groot is, maar het aanbod nagenoeg onbestaande. Echt soms een helse zoektocht voor die gezinnen met ernstig zieke kinderen. En vandaar dit filmpje eigenlijk. Een oproep naar vrijwillige verpleegkundigen. Misschien ben jij wel een gepensioneerde verpleegkundige die nog eens even mee wil opstarten. Die wel misschien uit naam van Casa Magnolia wil komen helpen. Je wil inzetten om overdag of misschien wel 's nachts te babysitten bij die gezinnen thuis. Op kinderen die zwaar ziek zijn, die dus vaak sondevoeding nodig hebben, veel medicatie nodig hebben, enfin die heel veel zorg nodig hebben. Ik heb het zelf mogen meemaken toen ik meedeed aan het heel mooie programma Een Echte Job op VTM. Ik was toen ook verpleegkundige voor een paar weken. Ik heb meegeholpen in het revalidatiecentrum Pulderbos, in Pulderbos. De liefde die je terugkrijgt van die kinderen, zowel van de babytjes als iets oudere kinderen en ook de familie, is enorm. Ik zou het zo opnieuw doen. Dus vandaar bij deze. Wil jij dus gaan babysitten bij die kinderen thuis? Om niet alleen die kinderen te helpen, maar ook om de ouders van die kinderen bijvoorbeeld eens even een dagje rust te gunnen, zodat zij ook eens iets kunnen gaan doen als koppel of met een andere kinderen. Dan zou ik even gaan kijken op casamagnolia.be. Er wordt een opleiding voorzien. Ook de verzekering is in orde. Is helemaal in orde, hebben ze mij verzekerd. En zelfs al is het vrijwilligerswerk, uiteraard is er ook wel een vergoeding mogelijk. Dus als je dit leuk lijkt, nogmaals, om op die manier een ernstig ziek kind en ook hun gezin te helpen, ga dan zeker eens kijken op casamagnolia.be. Dikke, dikke merci.